Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 7 vanochtend is niet heel veel te zien, maar er is wel degelijk wat. Er komen verspreid wolkenvelden voor. Er zijn ook een paar plekken waar de zon flink schijnt. In de ochtend hebben wolkenvelden nog wel grotendeels de overhand en met name in het zuiden en westen van het land kan er lokaal een bui vallen. Vanmiddag schijnt de zon veel vaker en dan wordt het 24 graden in het noordwesten tot 26 graden in het oosten van het land. De wind is zwak en veranderlijk. Vanavond ook nog wolken en opklaringen. De temperatuur blijft een tijdje nog boven de 20 graden hangen, maar daalt er uiteindelijk wel onder. Dan morgen geregeld zonneschijn op de meeste plaatsen droog. En het wordt 24 graden in het westen, tot 27 of lokaal 28 graden in het oosten van het land. En dat bij een matige westelijke wind. Op donderdag begint de dag ook nog warm en vrij zonnig, maar aan het einde van de dag volgen er buien vanuit het westen. Het wordt 22 tot 26 graden. Op vrijdag en zaterdag wordt het wisselvallig en koel zomerweer. Een middagtemperatuur rond 17 graden. En het kan ook nog flink waaien. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.